Ja, stof kan gemaakt zijn bijvoorbeeld van dierlijk materiaal. Leer bijvoorbeeld, dat komt van een rund. En hier, wol. Lekker zacht, lekker warm. Ja, wol komt natuurlijk van schaap. Elk jaar aan het begin van de zomer worden de schapen geschoren. In de fabriek worden de afgeschoren vachten gesorteerd en gewassen. En daarna kan je er draden van spinnen. En met de draad kun je breien. In de fabriek of zelf. Je hebt dierlijke producten en je hebt ook stoffen die gemaakt zijn van plantaardige producten. Dit is namelijk gemaakt van bamboe. En bamboe is een grassoort. Dit is linnen en linnen is gemaakt van vlas. Oh, en je spijkerbroek is gemaakt van katoen. Katoen is een vezel. Maar waar komt katoen dan eigenlijk vandaan? Katoen komt vaak uit Zuid-Amerika, bijvoorbeeld uit Peru. Katoen is een hele sterke vezel en komt van de katoenplant. Als de vruchten van de plant rijp zijn, de pluizenbollen, dan worden ze geplukt. De zaaddozen worden verwijderd en een machine schraapt de haren van de zaadjes. De haren worden dan in balen geperst en naar de fabrieken gestuurd. En daar wordt er stof en kleding van gemaakt. Ja, katoen is een plantaardig materiaal en wol is een dierlijk materiaal. Allebei natuurlijke materialen. Er zijn ook stoffen die worden in een fabriek gemaakt. En die zijn dus niet natuurlijk, maar synthetisch noem je dat. Een voorbeeld daarvan is plastic. Dat wordt gemaakt van aardolie. Een fabriek maakt van aardolie slierte plastic. Daarvan worden bolletjes gemaakt. Steeds meer kledingstukken worden gemaakt van plastic, synthetisch dus.